Hallo allemaal, mijn naam is Jurgen Hofmans en ik ben schrijver en ik ben hier wekelijks op Land van Lezen te vinden met een nieuwe vlog. Nou, lol in lezen is natuurlijk hartstikke belangrijk voor elk kind. Maar er zijn natuurlijk heel veel boeken of verhalen die misschien net iets te moeilijk zijn voor een bepaalde lezer. Toch geeft dat niet, want als een kind echt iets wil lezen, dan slaat het zich wel door zo'n moeilijk woord of zin heen. Nou, gelukkig verschijnen er bij diverse uitgeverijen elke maand heel veel nieuwe boeken. Geschreven vaak op een bepaald AVI-niveau. En zodoende is er voor elk kind wel een boek te vinden dat precies aansluit bij zijn of haar belangstelling. Maar hoe kies je nou uit dat enorme aanbod aan boeken? Nou, een van die dingen die kan helpen is om te kijken naar het AVI-niveau. Maar uitgeverij Querido heeft vorig jaar iets anders bedacht. Ze hebben een serie op de markt gebracht. Die serie die heet Tijgerlezen. En daarin staat centraal dat een boek behalve grappig of mooi of heel spannend moet zijn, vooral heel fijn moet zijn om te lezen. Nou, en een boek dat zeker heel fijn is om te lezen is dit boek, Sammy de Fantastische. Waarin Sammy met al haar vrienden de meest geweldige avonturen beleeft. Oké, tot volgende keer. Doeg!